Hallo allemaal, de video van vandaag gaat over het Europees herstelplan. De mensen die het nieuws een beetje volgen, zullen de term Europees herstelplan de laatste dagen wel een aantal keren hebben horen vallen. Maar wat is het plan nu juist en waarom is het er? Het Europees herstelplan is een overeenkomst tussen de lidstaten van Europa. Het heeft betrekking op de COVID-19-crisis. We weten allemaal dat door deze pandemie verschillende landen zowel sociale als economische grote schade hebben geleden en dit is waarom het plan in leven is geroepen. Het plan heeft als doel om de sociale en economische schade die de landen hebben geleden te herstellen, eveneens om de Europese economie te herstellen en om zoveel mogelijk banen te redden en nieuwe banen te creëren. Dit plan werd voorgesteld door de Europese Commissie en kreeg als naam Next Generation EU. Na 4 dagen onderhandelen is op 21 juli een akkoord bereikt over het herstelplan met alle Europese leiders. Nu moet het plan nog in het Europees Parlement onderhandeld worden, zodat het gerechtelijk mogelijk is. En dan moet elke lidstaat apart via hun eigen democratische regels intern de regels van het plan nog implementeren. Het plan bestaat uit 3 belangrijke thema's. Het herstel van de lidstaten, de economie terug op gang trekken en lessen trekken voor de toekomst. Het eerste thema, de lidstaten helpen bij herstel. Het meeste geld van het plan gaat hier naartoe, zelfs meer dan 80%. Dit geld gaat naar openbare investeringen en structurele hervormingen van de sectoren die zwaar geraakt zijn door de crisis. Herstel, veerkracht en cohesie staan hier centraal. Het tweede thema is de economie zo snel mogelijk terug op gang brengen. Dit willen ze doen via particuliere investeringen in belangrijke sectoren en met investeringen in de technologie. In dit budget is er ook een deel voorzien om bedrijven financiële steun te geven die het moeilijk hebben gekregen tijdens de crisis, om hen zo te helpen om het hoofd boven water te houden. Ten derde, lessen trekken voor de toekomst. Zo pleit de Europese Commissie voor een nieuw gezondheidsprogramma dat ons beter zou voorbereiden op toekomstige gezondheidscrisissen. Er komt ook een uitbreiding van RESC-EU en zo kan de Europese Unie sneller en flexibeler lidstaten helpen in noodsituaties. Over hoeveel geld gaat het nu eigenlijk? Wel, het plan heeft een totaalbedrag van 750 miljard euro en dit geld zal vooral gaan naar de landen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. Het plan bestaat uit 390 miljard euro aan subsidies en 360 miljard euro aan leningen. Het verschil tussen die twee is dat leningen terugbetaald moeten worden, het geld dat je daarvan krijgt, en het geld dat je van subsidies krijgt moet niet terugbetaald worden. Nu de laatste vraag, van waar komt dat geld eigenlijk? Wel, een deel van het geld zal van obligaties van de Europese Unie op de financiële markt komen en een deel zal van goedkope leningen uit het buitenland komen. De Europese Commissie heeft normaal gezien een maximaal budget dat zij kunnen lenen, maar dat zal nu verhoogd worden om het plan te kunnen financieren. Zo kunnen zij dan goedkope leningen aangaan in andere landen. Om dit te doen zullen ze ook het eigen middelenbesluit aan moeten passen. Het eigen middelenbesluit is het besluit dat zegt hoeveel geld elke lidstaat aan Europa moet afstaan. Door dit iets omhoog te trekken, kan Europa dan internationaal bewijzen dat ze de lening aankunnen en dat ze de lening ook kunnen terugbetalen. Dit geld gaat op zijn beurt dan via de subsidies en de leningen naar de zwaar getroffen landen en sectoren gaan binnen Europa. Oké, dit was de video. Ik hoop dat jullie het interessant vonden. Ik hoop dat jullie er iets over hebben bijgeleerd. En moesten jullie nog een vraag hebben of zo, laat het zeker weten in de comments. Dankjewel om te kijken.